ik wil jullie eigenlijk mee terugnemen naar heel lang geleden. Want als ik zo'n kerststelletje zie als dit, dan krijg ik allerlei herinneringen in mijn hoofd. En heel lang geleden, dan heb ik het wel over toen ik zelf nog een jongetje van 8 of 9 jaar oud was. Dat is dus echt heel lang geleden, hè? En kwam toen regelmatig op bezoek bij mijn tante Sjaan. En tante Sjaan, die woonde ook in Tilburg, waar ik gewoond heb. En vrij dichtbij, dus ze had zelf geen kinderen en haar man, oom Piet, was overleden. Dus ze was alleen en ze was altijd blij als ik als jongetje daar weer eens op bezoek kwam. En tante Sjaan, die kon dingen, ja, die heel veel vrouwen van tegenwoordig helemaal niet meer kunnen. Die was goed met naald en draad. Die maakte van lapjes, had zo'n grote bak met allemaal kleine lapjes. Die maakte van al die lapjes maakte ze iets moois. Een zakje voor dit en een breiseltje voor dat. Of iets wat aan de muur kon hangen. Of onderzettertjes voor een tafel waar je glas op kon zetten. Zo was tante Sjaan altijd maar bezig. Toen kwam ik daar een keer en toen was ze bezig met een klein poppetje. Ja, zegt ze, ik ben een kerststal aan het maken. En dit is Jozef, dit moet Jozef worden. Nou, het zag hem nog niet uit als Jozef. Het zag er wel wat aan elkaar gefrutst te lappen en meer was het niet. En, maar dit moet Jozef worden. En terwijl ik daar gezellig op bezoek was, was ze gewoon door aan het naaien met, en knippen met lapjes. En net zo lang tot ze, want deze lijkt er wel een beetje op, tot ze zo'n soort Jozef bij elkaar had. Hij kreeg een bruin broekje aan en hij kreeg een jasje van, en een mutsje op en natuurlijk een stok in zijn hand. Nou, zoiets als dit. En aan het eind van de dag, want het zit heel veel werk in, aan het eind van de dag toen ik ongeveer weer terug naar huis ging, toen was Jozef klaar. Nou, mooi, hij zag er echt mooi uit. Een week later of zo kwam ik daar weer eens en verdorie, toen had ze Maria gemaakt. Kijk, zoiets als dit, zo'n lange jurk, een lange rode jurk en een flinke sluier om, zo'n blauwe lap en die had kindje Jezus in haar handen. En nou, deze lijkt er wel op, dus zoiets maakte mijn tante Sjaan dus ook. En na nog een week kwam ik daar weer eens en verdorie had ze 3 koningen gemaakt. Hey, kijk, hier staan er 2, 3 zelfs en die kun je herkennen aan die kroontjes op hun hoofd, want zo zien koningen eruit. En 3 koningen bij opeens. En dan nog een tijdje. Toen waren er een paar herders en een paar schaapjes. En er kwam een os en een ezel. En een complete kerststal maakte tante Sjaan. Geweldig vond ik dat. En toen was het kerstvakantie. En in de kerstvakantie mocht ik bij tante Sjaan gaan logeren. Dus ik ging daar met mijn pyjamaatje onder de arm en een tandenborstel en ik ging logeren bij tante Sjaan en dat was leuk om te doen, want dat kerststalletje stond daar natuurlijk, hè? En wij stonden bij dat kerststalletje, s'avonds dan heel speelvol met z'n tweetjes en dan begonnen wij liedjes te zingen. Stille nacht, heilige nacht, nou, zo, dat soort liedjes. En ja, we vonden het prachtig om samen zo liedjes te zingen. En tante Sjaan had van tevoren iets heel raars gezegd. Die zei van, goh, hier staat nou dat kerststalletje, maar ik zet er ook een schaaltje dropjes bij. En ik pakte een schaaltje, deed daar dropjes in, zette dat schaaltje dropjes bij die kerstpoppetjes. Ik dacht, nou, dit is wel een beetje raar, hoor. Zelfgemaakte poppetjes en dan daar een schaaltje dropjes bij doen. Ik snapte dat eigenlijk niet erg. Maar ja, ik zei er niet veel van. Ik snapte het gewoon niet. Tante Sjaan deed wel mee van die rare dingen die ik ook niet snapte. Dus ik liet het maar gaan. 'S Avonds ga ik naar bed. En de volgende ochtend, in de logeerkamer uiteraard. Hè, de volgende ochtend sta ik op. En ik loop zo willekeurig langs dat kerststalletje. En wat denk je? Dat schaaltje stond er nog. Maar de dropjes waren weg. Nou, dat is wel gek, hoor. Waar zijn die dropjes dan toch gebleven? Dus ik ga naar tante Sjaan, tante Sjaan, tante Sjaan. De schaal met dropjes is zomaar leeg. Ik heb het niet gedaan, hoor. Tante
Sjaan keek mij aan. Ze glimlachte alleen maar. Ja, dat is ja. Ze zei eigenlijk niks. Ze ging naar de keukenkast, deed die kast open, pakte daar een zakje uit met dropjes. En deed dat schaaltje met dropjes opnieuw vol. En zette het zakje weer terug in de kast. Nou goed, we gingen leuke dingen doen. Ik was daar de hele dag aan het logeren nog. Spelletjes en eindwandelen enzovoort. En s'avonds ga ik naar bed. En de volgende ochtend loop ik weer langs de kerkstraat. Het schaaltje dropjes weer leeg. Zomaar. Gisteravond was het nog vol. En nu is het leeg. Dat is raar. Hier klopt iets niet, hè? Hier klopt iets niet. En ik bedacht een list. Hoe kan ik erachter komen wat er dan 's nachts gebeurt? Ik denk, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon naar bed als ik naar bed moet. En als dan de Sjaan zelf ook naar bed is gegaan, dan ga ik heel voorzichtig, stilletjes, stap ik uit mijn bed. En ik loop voorzichtig de trap af. Ik wist welke tree van die trap zou kraken, dus die sloeg ik dan over. En dan kwam ik naar beneden, ging de deur in de kamer. Waar het kerststalletje stond, alles pikken donker natuurlijk. Maar gelukkig was er een klein keertje in de gordijnen, waardoor een beetje een straaltje licht naar binnen viel. Gelukkig op dat kerststalletje, dus ik kon het een klein beetje zien. En ik verstopte mezelf zo, achter een stoel, dat ze mij niet konden zien. En ik ging daar zitten wachten. En ik wachtte. Boom! Dat was de klok in de gang. Er stond zo'n hele grote klok in de gang. En elk kwartier, boom! En na een kwartier, inderdaad, boom! Weer een keer. Weer een kwartier om. En toen hoorde ik opeens. Krak, krak. Boven. Dat kwam van boven. Precies boven de woonkamer was namelijk de slaapkamer van tante Sjaan. En ik hoorde iemand uit bed stappen. Klos, klos, klos. En even later hoorde ik iemand de trap aflopen. Klos, 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 klos. Oh, ik zat in angst. Ik ging me ontdekken. Oh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Daarna hoorde ik een deur opengaan. Oh, gelukkig. Het was de wc-deur. Tante Sjaan moest kennelijk plassen en ging naar de wc. Daarna ging ze weer terug naar boven. Klos, 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 klos. Boven mijn hoofd hoor ik bonk, 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 plof. Tante Sjaan lag weer in bed. Oh, gelukkig. In dat kerststalletje gebeurt er nog steeds helemaal niks. Dus ik zat daar nog steeds, verstopt. En toen kwam uit de gang. Bom, 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 bom. 12 keer. 12 keer ging die klok heen en weer. Het was 12 uur 's nachts. Middernacht. Ja, ik was weer klaar wakker natuurlijk, want het was best wel een beetje koud geworden en bezig in slaap te vallen. Maar ik hield zo dat kerststalletje weer goed in de gaten en het was toch net... Nee, dat kon niet. Het was toch net of ik Jozef daar met zijn ogen zag knippen. Was dat zo? Ja, kon toch niet waar zijn. En ik keek nog eens goed. En toen begon opeens zijn hoofd te bewegen. Beetje houterig en moeizaam in het begin. Maar hij kon zijn hoofd bewegen. Dat kan niet, hè? Een zelfgemaakt poppetje wat zijn hoofd beweegt. Wat, zie ik dit echt? En even later stond Jozef op. Een beetje houterig. Liep hij toen naar een bakje met dropjes. En hij pakte er 2 dropjes uit. 1 dropje stak hij in zijn mond en het andere dropje bracht hij aan Maria. Die begon meteen ook lekker te smullen van dat dropje. Ja, dat vond ze lekker. En het duurde niet lang of die 3 koningen die daar stonden, die hadden dat in de gaten van, er zijn dropjes te halen.
Daar kwam ook leven in. En die liepen ook naar dat schaaltje dropjes. En die herders die erbij waren. Ze verzamelden zich allemaal rond die dropjesschaal. Ze begonnen allemaal lekker dropjes te smullen. En ze begonnen te mompelen en te kakelen en te doen met elkaar. En nou, het duurde niet lang, het was een groot feest. Er was één groot feest. Een feestdis hier bij in die kerststal. En ze hadden al een lol. Nou, als je het nog niet vaak gezien hebt, hè. Ik zat dat zo achter die stoel allemaal te bekijken. Wat gebeurt daar toch? Hoe hebben die mensen toch een lol? Ik dacht, dat moet ik beter zien. Dus ik stapte op. En ik ging zo kijken. En op het moment dat ze mij in de gaten kregen, hè. Alles verstarde. Er was geen beweging meer te zien. Helemaal niets. Ja, de schaaldropjes waren leeg. Maar verder, ze stonden allemaal zo. Zoals ze eigenlijk gemaakt waren. Hallo, ik wil jullie geen kwaad doen. Ik kom alleen maar even kijken. Niets. Helemaal niets gebeurde er. Ja, dat was ontzettend teleurstellend voor mij. En ik ben de hele tijd blijven kijken. En ik weet niet hoe, maar de volgende ochtend werd ik wakker, gewoon in de logeerkamer, in mijn eigen bed. Hoe ik daar gekomen was, geen idee hoor. Maar op het moment dat ik wakker was, ik dacht er ook niet over na. Ik sloeg de dekens van me af en ik sprong de bed uit, ik holde de kamer, gelijk naar beneden gerend naar de keuken, want tante Sjaan bezig was. Tante Sjaan, wat ik nog gezien heb vannacht. Al die poppetjes leven, ze eten de... Ze eten alle dropjes op en er was feest. En ik zag zelfs kindje Jezus, die was aan de borst gelegd bij Maria. En die was aan het smakken, smak, smak, smak. En... Tante Sjaan keek naar het handeltje. En ze glimlachte. Ze zei, zijn de dropjes dan weer op? Ja, dat is ja, ze zijn weer op. Ze pakte uit de kast het zakje met dropjes. Alsjeblieft. Het maar weer vol doen. En ik ging netjes dat schaaltje vullen met dropjes. En het was ook de laatste dag van mijn logeerpartij. En ik moest naar huis die dag. Sinds die dag denk ik dus elke keer weer mijn hele leven al terug aan, als ik zo'n tafereeltje zie, aan die dag van het kerststalletje wat tot leven kwam en die dropjes aan het eten waren. En ik weet niet of jullie thuis een kerststalletje hebben staan. Ik kan alleen maar adviseren, zet er eens een schaal dropjes bij. Je weet niet wat er gebeurt s'nachts, hè? Probeer het maar. Dit was mijn verhaal.